7331, de administratie en de nieuwsdienst en info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio. Heten u welkom, het is het nieuws op Lim FM 91.7, limfmc.com. Vandaag is maandag 8 januari. Wij vroegen in ons praatprogramma afgelopen vrijdag aan mevrouw Jennifer van Dijk Silos als de door haar opgerichte bewustzijnsorganisatie Passie voor Suriname uiteindelijk omgetoverd zal worden tot een politieke partij, en ze heeft dat ontkend. Passie voor Suriname maakt zich sterk volgens Silos om het bewustzijn van het electoraat te verhogen. Bij de volgende verkiezingen in 2025 moeten kiezers niet de fout maken om bijvoorbeeld slim te stemmen, zoals dat bij de vorige verkiezingen het geval was. De democratie moet weer gestalte krijgen. Ook de interne democratie, dus binnen politieke partijen, moet volgens Silos worden versterkt. Dat wat we nu bezig zijn te doen, om de mensen bij te brengen dat je van dit land moet houden. En dat je zo geduldig mogelijk moet zijn om dat bij te brengen. En van je land houden betekent ook dat je niet op partijen als de huidige coalitie bijvoorbeeld, of eigenlijk als alle partijen. Ze hebben geen programma, ze hebben geen budget van het programma. Ze hebben geen profiel voor hun ministers, geen profiel voor hun DNA-leden, geen profiel voor hun president, voor hun vicepresident. Ze doen ook geheimzinnig. Mensen mogen niet vooruit weten wie ze daar willen. Dus al dat soort hibbies die huidige politieke partijen hebben, moeten we wij willen de mensen bijbrengen van eis als electoraat, want je wil je democratisch recht goed uitoefenen, dat je ziet wat het programma inhoudt, dat je kijkt wie ze willen zetten. Let op, ben je binnen die politieke partijen, vraag je voorzitter om inzicht in alles, transparantie. Men moet stoppen om de politieke partijen te gebruiken, als hun leden te gebruiken, als payong wires die ergens aan touwtjes aan je vingers hangen en zo moesten naar alle plaatsen. Daarom worden die mensen misbruikt. En wij proberen iedereen duidelijk te maken dat jij die macht hebt als volk. Het volk heeft de macht. En dat beseft men niet goed. De leden van de partij hebben die macht. Ze hebben die macht om een idiote voorzitter weg te jagen. Maar ze doen het niet. De statuten moeten die ruimte geven. Want ze worden getoetst door justitie, getoetst door OKB, om te kijken of de democratie, de interne democratie, geregeld is. Ze worden ook weer getoetst door het kabinet van de president, voordat het goedgekeurd wordt. En ze weten dat niet, en dat willen de mensen bijbrengen. Want het is jouw recht. Het is, je moet weten wat je recht is. Wij willen ze ook bijbrengen. We hebben een stemrecht, hè. We hebben geen stemplicht in Suriname. Maar de verkiezing van 2025 formuleer je recht als een plicht. Want je hoort ook te veel mensen zeggen, ik ga niet stemmen, want ik krijg gewoon andere poppetjes zelf de rotzooi. Mm-hmm. En de politieke partijen die gaan winnen, of die willen winnen, en die moeten door deze blokkade van het electoraat, moeten ze gaan prikken. Wij willen, weet niet wat je weet op je gaat stemmen. Je kijkt gewoon op wie je gaat stemmen. Wie een toets. En je hoeft niet op die voorzitter te stemmen. Je kan op iedereen stemmen in het hele land. Dus dat is wel het voordeel van het evenredigheidsstelsel.
En kies de persoon op wie je wil stemmen. En wij gaan vooral pushen, ga stemmen, het is een plicht dit keer. Maar waarom ik zelf ook vind dat passie geen politieke partij moet worden. Mm-hmm. Kijk, wanneer er zoveel kritiek is op een regering, en je hebt mensen die durven om hun kop uit te steken en te attackeren waar het fout gaat, dan is het eigenlijk lastig wanneer die mensen bijvoorbeeld bij de eerstvolgende verkiezingen in dat bestuurlijke, in de uitvoering gaan zitten, geaccommodeerd worden. Laat me dit ervan zeggen. Dan vallen al die kritische stemmen weg. En dan voelt het volk zich in de steek gelaten. Ja, maar kijk. En dat denkt men ook al die tijd. Van, oh, daarom deed je het. Daarom liever deed onze organisatie is voor vele politieke partijen. Misschien ook, ik wil geen Surinamers zeggen, want het zijn heel veel eerlijke Surinamers ook. Maar vooral voor politieke partijen vertrouwen ze het niet. Waarmee ik bezig ben. En dan denken ze echt wel dat we de politiek opgaan. Maar ik ben een transparante figuur, hè? En dat weet ieder. Als passie bedoeld was om te bouwen naar een politieke partij, had ik het al lang kenbaar gemaakt. Kijk, bijvoorbeeld, ik kreeg vandaag toevallig een flyer binnen van de beweging van Robert Vissen, dat Leefbaar Suriname. Oh ja. Hij beweert deze beweging, maar als je kijkt naar wie hij oproept voor een of ander event, hij heeft het consequent over politieke partijen, ander politiek klimaat. Is duidelijk dat die beweging op een gegeven moment door de aanpak kan je verwachten dat het een politieke partij zal worden. Wij van passie zijn consequent, hebben een andere mening. Onze doelstellingen zijn anders. En iedereen mag de politiek ingaan. We weten dat Raoul Hellings de politiek ingaat. Maar dat is geen blokkade om bij passie te blijven. We staan open voor alle politieke partijen. En alle mensen met alle kleuren. En alle volkeren van Suriname. En iedereen die van Suriname houdt. Of je nou in Timbuktu woont. Of Zwitserland of Nederland of Amerika. Als je van dit land houdt, dan ben je er gewoon bij. Daar gaat het om. Het gaat om weer te gaan naar de tijd van liefde voor je land. Moraal en fatsoen. En we proberen het een beetje op een prettige manier te doen. Anders kom je ook zo calvinistisch over. En dat is ook niet de bedoeling. Dat is ook niet zo. Maar wanneer gaan mensen je steunen? Wanneer je ze laat inzien. Wat ze, deze regering is het resultaat van het besluit van de democratie. Van het volk. Om slim te gaan stemmen. Goed eerlijk. Die is naar resultaat van stem slim. Zij moeten dat gaan inzien. Wie? Het volk? Het volk. Daarom zeg ik, we gaan bezig zijn met kiesgerechtigden. Met electoraat. We gaan echt naar het veld gaan. We gaan netwerken met de grassroots-organisatie. Maar jullie moves houden dus niet in. Goed dat ik goed uitleg aan de mensen. Mm-hmm. Het wordt geen campagne tegen de regering. Nee. Van stem niet op deze. Nee, absoluut niet. Absoluut jullie laten niet. Dat aan de mensen over om ze gaan te stemmen. Overlaten, op we wie gaan, ze willen. Op wie ze willen, is het democratisch recht. Alleen gaan wij aangeven, toetsen. Let op deze dingen. Let erop dat er een programma is. Let erop dat er een begroting bij, die programma, bij dat programma hoort. Let op welke kandidaten ze zetten. Weet je, wanneer we naar Fokkelin Suriname gaan, zoals iedereen geldt, moet je ook niet bevlekte mensen hebben. Nee, maar op kandidaten, het staat op niemands voorhoofd geschreven, toch? Ik kan. Nee, maar soms hebben mensen een duistere achtergrond, die wel op de lijst komen. Meester Silos, de trekker van passie voor Suriname. We moeten niet meer de fout maken om slim te stemmen en de democratie moet meer vorm krijgen. Ook de interne democratie, dus vooral de interne democratie binnen politieke organisaties. De nieuwsite Star News vroeg aan president Chan Sann-Toki hoe hij omgaat met vele kritiek op hem als eindverantwoordelijke van het regeringsbeleid. Sann-Toki zegt tegen Star News vol overtuiging
te weten dat hij de schuld krijgt. Chan krijgt de schuld, maar Chan zal zorgen voor de oplossingen. Want ik zeg het ook, ik ben verantwoordelijk voor het beleid. Ik geef leiding aan het beleid. Dus als ik zie dat er bepaalde schakels in mijn regeerteam niet goed functioneren en ik vervang ze met presentiële teams, dan is het mijn prerogatief om dat te doen. Dan geef ik sturing van het beleid. Maar kijkt u goed wie die mensen zijn in die presentiële commissie. Zijn mensen die geselecteerd zijn in die verschillende ministeries. Zijn mensen die geselecteerd zijn, parastatale of particuliere, maar wel een bundeling van kennis. Die een tijd krijgen van 6 maanden, gaat dat probleem voor me oplossen. Met max een jaar en zijn hooguit 2-3 commissies die een verlenging krijgen. Taakgericht, resultaatgericht. Dus ik zeg, als ik verantwoordelijk ben voor het beleid en ik krijg die tackle, ik krijg die verwijten, dan moet ik ervoor zorg dragen dat ik met die oplossing kom. Welke regering scoort goed in een periode van economisch herstel, in een periode van bezuiniging, in een periode van zware besnoeiing? Welke regering scoort goed daar zo qua populariteit? Geen enkel, vergeet één ding niet, je snoeit om te groeien. Als je niet snoeit, groeit het niet. Een plan snoeien ook om te groeien. Dus ik zeg, de 3 jaren heb ik zwaar onder druk gestaan, ook van die samenleving. Alles is Chan, Chan, Chan. Maar als die koers daalt, hoor je niet, het is Chan. Als die inflatie omlaag gaat, is het niet Chan. Als weer internationale reserve toeneemt, is het geen Chan. Maar dat verwacht u toch niet? Nee, maar geef even aan. Geef even aan, het is die samenleving. Ik zoek ook niet de credit. Uiteindelijk moet ik die verantwoording afleggen op 25 mei 2025. Waarbij ik nu zeg, in die tijdlijn van die 5 jaar, ben ik nu in die 3 jaar, waar ik die verantwoordelijkheid op me heb genomen. Maar ik zeg ook, met die verantwoordelijkheid breng ik ook die oplossing. En die oplossingen, die komen nu aan. Welk cijfer geeft u zichzelf? Ik denk dat cijfer geven heel moeilijk is. Als je het zou bekijken vanuit die internationale gemeenschap, dan moet ik woorden van IMF hier gebruiken, de chief mission die hier zit, dit ook niet gaan geloven. Dat wij na een jaar, toen IMF ons in feite, omdat we BTW, mevrouw, we hadden BTW alleen niet gehaald, juli vorig jaar. Stop, IMF, ga je huiswerk maken. En ze zegt hier, het is bijna geen enkel land gelukt om na een jaar weer op lijn te komen met, het is jullie wel gelukt. Het is jullie wel gelukt al die hervormingen door te voeren. Het is jullie wel gelukt om die randvoorwaarden in place te brengen. Als je vanuit hun zou bekijken, zou ze misschien 8-9 geven. Maar natuurlijk zitten we hier met de samenleving. Voor wat betreft de economische hervormingen scoren we heel hoog. Voor wat betreft de beleving van die economische hervormingen op microniveau, op de samenleving, qua opinie, scoren we nog slecht. Maar ik denk, als ik even de sfeer volg van de laatste weken, zie je ook die opinie, ja, zien is geloven. Misschien de osso ai bai, misschien de man van die keer even wat grong om hun groenten nu te gaan planten. Dat zien ze nu gebeuren, dat ze een stukje grond gehad hebben, wat al die tijd maar belofte geweest is. Men ziet ook die goedkope voedselprogramma komen. Men ziet ook namelijk die koopkracht. Want vergeet niet, koopkrachtversterking is niet alleen nominaal geld injecteren. Deze maand alleen, alle personen, ambtenaren en gelijkgestelden, hebben op hun account, op hun salarisslip, 4200 gezien, waarvan de 800 komend jaar komt. Vanaf 1 januari weer koopkrachtversterking. Maar dat is nominaal. Maar als die inflatie omlaag gaat, als die koers omlaag gaat, als die brandstofprijs omlaag gaat, betekent dat ook dat men met de SRD meer kan doen. Dus relatief zie je daardoor ook een stukje verbeteren van die koopkracht ontstaan. Prijs in de winkels. Migudu, koers gaat omlaag. Die prijs in de... Even, inflatie gaat omlaag. Brandstofprijs gaat omlaag, die koers. Inderdaad, het is een uitdaging. En ik heb veel gesprekken gehad met ondernemers en een beroep gedaan. Ondersteun me 1 jaartje. Hou het op zoete winst. Hou het op zoete winst. Laat die prijzen een beetje binnen bereik komen van de samenleving. Na een jaar is er weer opleven van de economie. Ja, jaar is die koopkracht verbeterd.
van niemand heb ik medewerker gehad. Daarom heb ik het besluit genomen, het is een heel slimme manier, van een revolving fund. Een fonds is daar zo, daarmee worden die goedkope producten gekocht. Het wordt verkocht goedkoop aan de samenleving, het geld wordt weer gestort op SRD-rekening. Van SRD-rekening weer US, weer importeren. En met één klein bedrag ga ik 17 maanden constant voedsel voorzien aan die samenleving, die 20 producten. Waarvan nu al vastgesteld is dat ze 30, 40 en 50% lager zijn dan die supermarktprijs. En wat is die kracht? Die schakels, die zorgen voor verhoging van de prijs, die weghalen. En aan de andere kant, als die koers zou stijgen, zou de prijs al lang gestegen zijn. Nu daalt de koers, maar de prijs is inderdaad een uitdaging voor ons als samenleving. Omdat je weinig invloed hebt op die vrije markteconomie, probeer ik dat nu te beïnvloeden. Door rechtstreeks die producten van de producent te brengen naar die consument. En ik zie dat het wel een spin-off heeft. Dat nu de prijzen van bepaalde producten wel kunnen dalen. Zeker van uien, zeker van aardappelen. Die dalen wel bij die andere supermarkt. Dat is een uitdaging. En ik heb de overtuiging, als we zo doorgaan. En alle resorten zullen één of twee van die foodbaskets hebben. Dat ook de importeurs en die handelaren ook zullen begrijpen. Nee, we cannot compete. Let's join them. En dat zei de president tegenover Star News over zijn beleid en de vele kritieken en hoe hij daarmee omgaat. Tot besluit van deze nieuwsuitzending laten wij u weten dat Ivan Fernald, de onderwijsdeskundige, over het onderwijs natuurlijk enkele voorstellen gedaan heeft. Hij heeft in een ingezonden artikel onder andere is hij stil blijven staan bij het doorstroombeleid. Het besluit om de doorstroming aan voorwaarden te verbinden is ingegeven door de algehele bezorgdheid over de goede afloop van het vernieuwingsproces. Innovatie vereist een mindshift en een breed maatschappelijk draagvlak. Waarom zou ik mij inspannen als ik toch gratis overga? Vroeg menige leerling zich af. Het is niet verwonderlijk dat de noodzakelijke inspanningen uitbleven en de leerresultaten pover waren. Maar er is meer aan de hand. Leerkrachten waren niet voorbereid op een dergelijke ingrijpende vernieuwing. Ze zijn nog niet bij machten om elk kind dat ongeconditioneerd doorstroomt een eigen leerweg aan te bieden. Wat doe je als leerkracht als je leerlingen van wel 4 verschillende beheersingsniveaus in een klas heb. Sommige leerlingen hebben, meer als gevolg van de perikelen gedurende COVID-19, een ontwikkelingsachterstand van wel 2 jaren, maar er zijn ook scholieren die juist een voorsprong hebben, omdat mama of papa leerkracht is en thuis ondersteuning heeft kunnen bieden. De situatie is complex, want er zijn ook groepen die qua kennisniveau ertussen liggen. De beschikbare onderwijsmethode biedt weinig houvast om met de grote verschillen om te gaan. De vernieuwingsgedachte verdient alle ondersteuning, maar het gebrek aan onderzoek vooraf, de klungelige wijze van implementatie en het gemis aan monitoring van het proces om tot heldere evaluatiecijfers te komen, zegt iets over het planningsvermogen van het ministerie van Onderwijs. Niet alleen het planningsvermogen, maar ook de beperkte uitvoeringscapaciteit. Zonder vernieuwing zullen er geen verbeteringen in het onderwijs optreden. Het moet echter goed worden voorbereid en professioneel worden uitgevoerd. Daar schort het in behoorlijke mate aan. Het ministerie doet er goed aan om de randvoorwaarden te scheppen voor succesvolle implementatie, zegt Fernald. Binnenkort hoort u hem ook op 91.7. Dat was het nieuws voor deze maandagochtend of maandagmiddag als u naar de herhaling luistert. Wij bedanken u voor het luisteren. Goeiedag.